Ja, als ik het kotste. Morgen was ons appartement niet meer in. Jeff is slecht. Morgen het appartement niet meer in. En denk maar mijn kots. Nee, jij moet kotsen, Jeff. Ja, dat is niet van wat verder. Je bent echt een Mongool als je moet kotsen, jongen. Je gaat toch niet kotsen, man. Je bent toch echt een Mongool, man. Niet? Ja, je bent toch op vakantie, ga je niet kotsen. Ja, man, niet kotsen, man. Op vakantie ga je toch niet veel zuipen? Ja, ben je dan voor gek? Dus straks moet je nog kosten, ga je niet veel zuipen op vakantie? Man, ergens echt super veel gezopen. Ja, hij heeft echt zoveel gezopen, jongen. Dus denk, zeg dit voor weer gezopen. Ik had echt super veel gezopen. Ik had alles gehad. Ja, en ik moet er niet kotsen. Dat zeg je altijd. Echt zoveel gezopen dat hij bijna moest kotsen. Maar nu niet. Daar kwam alleen niks uit. Hier lopen we de berg op om te weten of hij ons appartement nog binnen mocht komen. Ja, ik had het ook net. Hoezo heb je daar een groepje van? Ik heb veel te maken, dat is niet. Ja, maar ik doe het nu op. Ik doe het nu heen. Ja, ik doe het weg. Oh. We zijn zo in een onwetendheid. Dat is een mooi filmpje. De spanning is aan het stijgen. Ja. Vandaar ik kom bij de receptie binnen. De spanning stijgt. En wij ook. En wij zullen u allen op de hoogte houden. Oh, niet denk man. Ik stijg niet echt, de pik wel. We stijgen wel af. En de pik van Dijkman stijgt ook maar. De spanning stijgt. De pik van Dijkman stijgt. In ieder geval is tijd, is de pik van de muziek zelf. Dat is niet echt leuk. Dan stiekem ook wel. Demo gaat het filmpje kijken. Zie je wat? Zie je wat echt leuk, maar... Ik ben bekend gegeven van... Normaal is het brood gewoon nu. Nu is het gewoon één grote stem. En er is iets van kleuren en van. Niet weten of hij onze welvertrouwde kamer in mocht. Maar ik kan prima op steen slapen. Ja, Dijkman kan prima op steen slapen. De rest van de dag gaf hij echt nog niet. Er is een mooi grasveldje waar ik ook op ga slapen. Ik heb mooi t-shirt uit en dan ga ik hem op t-shirt slapen. Ja, Dijkman heeft een mooi grasveld gevonden. Wij echt nog niet. Gelukkig hebben wij de heer Dijkman bij ons en kunnen wij nog een mooi grasveldje samen hebben gevonden. Holland de Dijkman. Nu zullen wij... We zijn bijna bij Boleo Park. Moeten wij nu even stoppen met filmen. Dus dadelijk zullen we het hoofd houden of wij binnen zijn gekomen. Tot ziens. Boleo Park.